Dames, heren, welkom. Nou, zo te horen ben ik overal goed te verstaan. Mijn naam is Milène Reyners. Ik ben architect bij ATHOS. Wat architect is, is altijd de grote vraag. Maar voor mij is het dicht bij de technologie. En nooit richting enterprise architect, gewoon omdat ik die technologie leuk vind. En business mag er best bij, maar niet als belangrijkste. Ik heb heel lang geleden, voordat ik de IT inkwam, geschiedenis gestudeerd. Wat ik daaruit heb geleerd, is dat je uit het verleden best veel kunt leren. En heel graag de goede dingen mee wil nemen. Wat je hier ziet is een paar boeken. Zeker niet alle die een bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van microservices. Maar wel een paar heel belangrijke. Als jullie het nog niet gelezen hebben, zeker release het lezen. Superboek, allemaal anti-patterns, patterns over hoe in productie allerlei dingen beter kunnen, dat alles lekker blijft draaien en dergelijke. En dat is natuurlijk op dit moment een van de grote issues. Of je nou kijkt naar reactive programming, of je kijkt naar microservices, dat natuurlijk uitgaat van dezelfde vooronderstellingen. We willen allemaal dat alles zoveel mogelijk blijft draaien en dat als één ding omvalt, dat de rest van de wereld gewoon vrolijk recht blijft staan en doordraait. Domain-driven design. Nou, sinds dat boek is uitgebracht, overal waar je komt, iedere technologie waar je over leest, die willen wel een ubiquitous language. Hè? Dat we allemaal weten waar we over praten. Dat als we hetzelfde woord gebruiken, dat we ook zeker weten dat we daar hetzelfde begrip mee bedoelen. Ik heb ooit bij ATHOS een sollicitatiegesprek gehad. Na een uur kwamen we erachter dat waar ik het over systemen had, ik software systemen bedoelde, de sollicitant hardware systemen. Toen waren we erachter dat we toch niet voor elkaar geschapen waren. Dat kan op een gegeven moment veel grotere vormen aannemen, uiteraard, als je een systeem gebouwd hebt dat al in productie is. Verder. Omdat een van de grote promotors op het moment van microservices, die altijd verbindt aan de anti-fragile beweging, heb ik ook het boek van Taleb meegenomen. Ook heel leuk boek, dat ervan uitgaat dat het tegengestelde van fragile is niet resilient of robuust, maar anti-fragile. En het even heel kort door de bocht. Hij heeft er heel veel bladzijden voor nodig om precies uit te leggen wat het is en wat je ermee kunt. Maar is dat je een fragile systeem in je lichaam bijvoorbeeld kunt trainen. Net als een spier, dat het steeds sterker wordt en dat het leert omgaan met stressors. Nou, deze drie boeken hebben een hele grote invloed gehad op de huidige werkwijze met microservices. Verder heb je natuurlijk alle ontwikkelingen van de laatste jaren. Agile, Scrum, virtualisatie, cloud en DevOps. Als ik terugdenk aan 25 jaar toen ik begon met programmeren, mainframe, COBOL, grote programma's, hoe vaak gingen we in productie? Geen idee, 1 keer per jaar, 2 keer per jaar? Ik weet het niet. Maar
op het moment dat jij producten bouwt die 1 of 2 keer per jaar in productie gaan, heb je niet veel aan agile. Dan is inderdaad grote monolieten, lekker watervallen, hartstikke relaxed. Op het moment kun je, als je kijkt naar echt de grote bedrijven in deze wereld, kijk naar een Netflix, kijk naar een Spotify, kijk naar dat soort. Die gaan gewoon 10 keer per uur nemen ze dingen in productie. Dan wordt het interessant om hele kleine dingen te bouwen. Dan wordt het interessant om heel snel dingen te bouwen. En die dingen dan wel heel goed te bouwen. Maar het klein zijn is veel belangrijker. Het goed werken, het individueel kunnen scalen, kunnen vervangen kunnen worden, is hartstikke belangrijk, wat vroeger nooit kon. In die context moet je bijvoorbeeld ook de hele, ja, wat ik dan continuous beweging noem, plaatsen. Dus op het moment dat je code in je source control zet, eerst automatische gewone unit testen, automatische quality controle, automatische acceptatietesten, automatische performance testen, noem maar op, noem maar op. Met eventueel ertussenin natuurlijk wel een gebruiker die nog kijkt of je frontend een beetje leuk is. Want dat is automatisch, voor zover ik weet, nog niet echt leuk te doen. In de loop van de tijd zijn ook ontzettend veel producten ontwikkeld die in dit kader een rol spelen, kunnen spelen. Hier staan heel veel alternatieven van elkaar op. Dus je hebt niet alle producten nodig, maar uit iedere vak eentje als je het echt allemaal helemaal wilt automatiseren. Een belangrijk ding dat we vroeger eigenlijk nooit hadden, is dat als je microservices gebruikt, dat ze zichzelf op de een of andere manier moeten kunnen monitoren, dat ze zelf kunnen aangeven of ze nog gezond zijn, dat je dat makkelijk kunt afvragen, dat je makkelijk een of andere dashboard kunt bouwen waarmee je dat kunt nagaan. Want op het moment dat vroeger mijn COBOL-programma omviel, ja, dan deed gewoon niks het meer. Dus dat was duidelijk. Als hier één iets omvalt, is het de bedoeling dat de rest doordraait. Maar dan wil je ook wel graag weten dat dat ene is omgevallen en dat je verondersteld wordt enige actie te ondernemen. Een ander leuk ding is dat we tegenwoordig iets hebben dat single page web applications of single page applications heet. Wat natuurlijk best helpt. Op het moment dat jij iets redelijk kleins in productie wil nemen, is het heel makkelijk als je daar maar 1 pagina als frontend voor hebt hangen. Ik heb 3 boeken gevonden waarvan dat van InfoQ niet echt een boek is, maar meer een samenstel van allemaal interessante artikelen op het moment die betrekking hebben op microservices. Buiten die van InfoQ zijn ze alle 2 nog in de maak. Hoe heet dat? Worden ze op dit moment nog geschreven? Ze zijn wel allemaal al als preview editie of wat dan ook te downloaden en te bekijken. Persoonlijk ben ik het meest gecharmeerd van Anti-Fragile Microservices.
Maar misschien dat dat komt omdat dat boek Building Microservices heet en er eigenlijk tot nu toe, het kan veranderen, maar amper voorbeelden in staan. Terwijl ik zou dat verwachten van building. Maar kan mijn beperking zijn. Nou, om dan even terug te komen naar waar je misschien van verwacht had dat ik mee was begonnen. Een microservice, het zegt, de naam zegt het, is klein. Wat is klein? Een richtlijn die je meestal hoort is een regel of 1000. Maar ja, ik had een collega die was geniaal in het comprimeren van Java. Waar ik 20 regels schreef, schreef hij er 1. Dat betekent dus dat zijn microservice dan 20 keer zo groot zou kunnen zijn dan de mijne. Ergens klopt dat niet. Dus ik zeg 1000 regels, of het plus of min 500 of plus of min 1000 is. Nou ja, min 1000 niet, maar dan is hij heel micro. Een microservice is het beste te vergelijken met een programmaatje uit de oude Unix filosofie. Ik doe 1 ding en dat ene ding doe ik verdomd goed. Ik heb hele specifieke interfaces en wat er tussenin gebeurt, hoeft niemand zich druk om te maken, dat werkt gewoon. Punt. Oké. Wij schrijven zelf de microservices, dus het werkt gewoon, punt, is een uitdaging. Maar de theorie zegt gewoon, zijn klein, doen 1 ding en dat doen ze goed. Een microservice draait in principe in een onafhankelijk proces. Dus eigenlijk gaat er vanuit 1 microservice op zijn eigen JVM, als we Java gebruiken. Communicatie, taal onafhankelijk. Omdat microservices redelijk klein zijn, kom ik straks nog op terug. Ze zijn bedoeld om snel te bouwen, maar ook snel te vervangen. Niet zozeer wij nemen een microservice in onderhoud, maar wij schrijven gewoon een nieuwe, want er zijn nieuwe inzichten, nieuwe regelgeving, nieuwe whatever. Dan is het heel belangrijk dat je een microservice kunt schrijven in de taal waarvoor, die daarvoor het meest geschikt is. Niet per definitie natuurlijk. Je wil ook ergens enige vorm van standaardisering mogelijk, maar je moet er altijd rekening mee houden als iets hartstikke moeilijk te bouwen is in Java. Waarom zou je dan geen Haskell gebruiken, weet ik veel. Dus de communicatie moet echt absoluut platform, taal, whatever, onafhankelijk zijn. Daarbij uiteraard een hele hoge mate van ontkoppeling. Dus dat inderdaad, zoals gezegd, een microservice op het moment dat hij niet blijkt te scalen, individueel geskild kan worden. Dat op het moment dat blijkt dat eentje op een andere manier behandeld kan worden, dat dat ook heel gemakkelijk kan. Wat je iedere keer tegenkomt op het moment dat je gaat lezen over microservices en over aanverwante ontwikkelingen is Conway's Law. Die zegt dat een softwaresysteem
een weerslag is van de organisatie van de teams die eraan gewerkt worden. Eric Raymond heeft dat ooit vertaald naar: als je 4 teams hebt die aan een compiler werken, krijg je een four-pass compiler. Wat bij de meeste van jullie bekend zal zijn, is op het moment dat je een DBA-team hebt, DBO-team hebt, whatever een database-team hebt, een front-end-team en een back-end-team, dan krijg je een systeem dat bestaat uit een aparte database-laag, uit een aparte front-end-laag, uit een aparte back-end-laag met daartussenin communicatie. Als je daarover nadenkt, zul je dus realiseren dat microservice teams niet op die oude manier kunnen worden opgezet. Dan kom je dus ook weer terug op wat ik net al noemde, die meer agile teams, DevOps teams, teams die gezamenlijk bouwen aan één stukje functionaliteit en niet meer teams die bouwen of aan een database of aan een backend of aan iets anders. Een andere manier om microservices te benoemen is wat je ook wel hoort: SOA done right. Dat wil niet zeggen dat we niet in microservices dezelfde problemen krijgen als we hadden in SOA. Het grootste probleem was denk ik de grote gerichtheid die we toen hadden op ESB's. Had in principe natuurlijk niet echt iets met SOA te maken. Alleen het is bijna een niet los te koppelen eenheid geworden in de loop van tijd. Hoewel we hier natuurlijk mogelijk messaging gebruiken, events gebruiken, zul je minder grote ESB's en dergelijke tegenkomen. Een van de leukste omschrijvingen van ESB's die ik een van de afgelopen dagen las, dat was de Enterprise Spaghetti Bus. En ergens klopt het wel. Ze maakte het geheel moeilijk. Wat verder moeilijk was aan SOA, was hoe baken ik mijn services af? Op het moment dat je erachter kwam dat je service te groot of te klein was, was het vaak al te laat. Daar kwam je gewoon achter op het moment dat je merkte dat dat stukje service veel vaker aangepast, vernieuwd of wat dan ook moest worden dan een ander stuk van diezelfde service. Het beperken in grootte van microservices, de granulariteit daarvan, is in principe, net als je vroeger bij SOA zoiets had van: we willen een afbakening, een service is gewoon een stukje functionaliteit dat ik in één keer in mijn hoofd kan bevatten. Dat klinkt heel leuk, maar als je pakt, ik heb op het moment een opdracht bij een verzekeringsmaatschappij. Ik kom daar met een beeld van verzekeringen van gebruiker. Opstalverzekering, brandverzekering, weet ik veel wat ik allemaal heb. Die mensen hebben allemaal een heel ander beeld op verzekeringen. Dus wat die mensen in één keer in hun hoofd kunnen bevatten,
is niet te vergelijken met wat ik op één keer in mijn hoofd kan bevatten van verzekeringen. Of ik moet er natuurlijk langer werken, dan gaat het hoop ik beter. Maar het blijft moeilijk aan de andere kant, omdat microservices kleiner zijn, is het ook gemakkelijker om ze op een bepaald moment nog een keer verder op te splitsen of een twee te combineren. En omdat tegenwoordig we veel vaker dingen in productie zouden kunnen zetten, heeft het ook in dat opzicht minder impact. De granulariteit heeft op zich invloed of wordt beïnvloed door een aantal andere dingen. Zoals ik al gezegd heb, de anti-fragility of robuustheid of resilience, zoals het ook genoemd wordt. Al mag ik van de anti-fragile beweging het niet vergelijken met robuustheid, maar oké. Individuele scalability, waar ik het al over heb gehad. De composability, het samen kunnen voegen tot één leuk iets waar je iets mee kunt. Het is heel geweldig om een customer service te hebben als ik die verder niet op de juiste manier aan de buitenwereld aanbied. Heb ik er nog niks aan. Buitenwereld heeft er niks aan. Dus dan wordt die niet gebruikt. Replaceability, wat ik al een aantal keren genoemd heb. We bouwen niet voor onderhoud. We bouwen voor gewoon opnieuw schrijven. Dat heeft, vind ik, voor de enthousiastelingen onder ons ook heel leuke voordelen. Je kunt namelijk redelijk snel de laatste nieuwe hype, die technologie waarvan ze zeggen van dit is de oplossing voor alles, wat by the way microservices ook niet zijn, jammer genoeg, die kun je makkelijk testen, want het kost niet zoveel tijd en zoveel moeite om snel een service te vervangen door een service die je gebouwd hebt in de laatste nieuwe technologie met de laatste nieuwe ideeën, whatever. In dit opzicht is het wel heel belangrijk om te bedenken, daar kom ik weer terug op Agile, DevOps, die kant van de zaak. Daar lopen ze al een aantal jaren te praten over evolutionary architecture, emergent design, beslissingen nemen op het laatst mogelijke moment, ook niet te laat. Dat je ook hier op een redelijk laat moment dingen kunt verzinnen. We kunnen alles aanpassen als we willen. Iedere microservice kan op zich absoluut atomair zijn. Het lijkt me niet handig dat de mijne werkt met Neo4j, die voor jou met Cassandra, die voor jou met Mongo, de volgende met DB2, eentje met Oracle, eentje met MySQL. Al was het maar vanwege de centen. Maar ik bedoel, ergens moet je ook een keer goed gaan nadenken over wat je wil. Aan de andere kant is het hierbij wel mogelijk om die stukken die veel beter met Mongo werken, bij wijze van spreken,
met Mongo te laten werken. En stukken die beter met een relationele database werken, met die relationele database te laten werken. Dus, maar op het moment dat je dat besluit gewoon even kunt uitstellen, of wat ook kan, op een bepaald moment, als blijkt dat dingen niet werken, ze gewoon verplaatsen, is ja, een van de, vind ik, grote voordelen. Het heeft wel invloed op het don't repeat yourself principe. Want het is niet de bedoeling dat als ik de ene service vervang, dat ik dan van alles moet gaan aanpassen op in andere services, omdat ik toevallig zo nodig moest hergebruiken. Hergebruik kan, maar dan niet echt het aanspreken van stukken code uit een andere service. Wat een probleem kan zijn, is bijvoorbeeld dingen als rapportage of documenten of print, whatever, die je ja, toch overal door je applicaties heen tegenkomt. Doe je dat, bouw je één goede printservice of documentservice, of laat je dat over aan de verschillende afdelingen. Je hebt bijvoorbeeld een afdeling die zich bezighoudt met klanten, die de services bouwt die met klanten te maken hebben. Als die documenten willen, rapportages willen in PDF-vorm, waarom zou je die gedwongen samen moeten voegen met andere onderdelen die rapportages willen in Excel of doe een gooi. Dus het is en blijft heel goed nadenken. De grootste kritiek die ik heb gehoord op microservices was iedere keer, ja, wij gaan een microservices systeem bouwen, maar wij denken nog niet heel goed na over hoe wij onze scrum teams bijvoorbeeld opdelen. Wie wat gaat doen. Op het moment dat je van tevoren al enigszins hebt nagedacht over de in bijvoorbeeld domain-driven design neergezette idee van de bounded context. Dus ja, je hebt gewoon een afgebakend stukje domein waar je voor gaat bouwen. Dan als je dat niet hebt gedaan, dan krijg je microservices die niet atomair zijn, die niet zelfstandig kunnen werken, en dat is niet de bedoeling. Dus ook in dat opzicht moet je redelijk goed nadenken over hoe zet ik ze op. Maar zoals gezegd, omdat ze redelijk klein zijn, heb je hier het hele grote voordeel dat je dat je ze snel aangepast hebt en door alle nieuwe ontwikkelingen ook weer snel in productie hebt. De interfaces. Als je kijkt, heel vaak zie je dat een systeem bijvoorbeeld een database als centrale heeft, waar alles leest, alles schrijft, en dus de database als centrale hub. Dat is vaak niet
ideaal bij microservices. Daar wil je dus echt de mogelijkheid hebben om specifiek je calls te kunnen doen naar een bijvoorbeeld met REST, een GET of een PUT, die dan dat wel dingen doet in de database, maar die er toch veel meer van losgekoppeld is. Andere mogelijkheid is het gebruik van Atom. Je ziet ook heel veel event-driven. Op dat moment heb ik wel het gevoel dat microservices en de hele reactive programming stroming heel dicht bij elkaar komen. En dat je ook heel goed moet nadenken over ja, wat wil ik hier nou precies. Aantal keren wat ik al heb genoemd is het ontwikkelen. Houd er rekening mee op het moment dat je nieuwe microservices neerzet, dat uiteraard je interfaces hetzelfde blijven. Er mogen erbij komen, maar de bestaande, zo voor zover ze gebruikt worden, mogen niet omvallen. Een andere optie of andere vragen die je hebt bij microservices is van, als ik nou microservices heb, hoe vind ik ze? Hè, je zit hier met hetzelfde idee als we vroeger al hadden bij, nou eerlijk gezegd hadden wij die vroeger al toen ik op het mainframe werkte. Daar, in COBOL mag je 8 posities gebruiken voor een veldnaam. Veldnaam was dus een letter met een aantal cijfers erachter. Daarvoor hadden we een data dictionary. En de bedoeling was dat je alleen bestaande combinaties gebruikte en alleen iets nieuws invoerde als je een nieuw concept had. Dus je had een Rabobank kantoornummer. 18651, dat was het enige E-nummer wat iedereen gebruikte. Verder hadden we een bloedhekel aan hergebruik. We hadden 723 miljard verschillende datumvelden. Ze waren allemaal pre-2000, jaar-jaar, maand-maand, dag-dag. Maar mijn jaar-jaar, maand-maand, dag-dag was gegarandeerd beter dan die van jou. Later kregen we ook component-based development. De bedoeling was dat we die componenten gingen hergebruiken. Jammer genoeg was ook daar mijn component beter dan dat voor jou. En als jij een nieuw component bouwde, dat gegarandeerd weer beter dan dat van mij. En etcetera, etcetera. Dus ook daar hergebruikten we niet. Wat ik al zei, doe de goede dingen die je uit de geschiedenis hebt geleerd. Dus bij service-oriented architecture bouwden we nieuwe services en we hergebruikten ze niet. De hoop is hier. Jawel, je kunt van geschiedenis leren dat we, omdat we allemaal kleine teams zijn die binnen onze eigen bounded context werken, dat we onze eigen services best her willen gebruiken. Hè? Ik bedoel, mijn service die is hartstikke goed. Die wil ik best hergebruiken. Dat ik die van iemand anders niet wil hergebruiken, die mogelijk 100 keer zo goed is. Oké, mijn keuze. Maar, dus omdat je hier binnen beperktere stukken zit, loop je hier de kans dat hergebruik gaat lukken en dat eigenlijk het vinden van microservices een veel minder groot probleem zal zijn. Want als jullie weten
dat ik me bezighoud met het klantstukje, dan punt 1. Bouwen jullie niks voor de klant, interfacen jullie hooguit met mij. En dan krijg je veel makkelijkere vormen van hergebruik en van samenwerking. Op het moment dat je toch microservices wil kunnen vinden. Ik heb het zelf nooit geprobeerd. Vandaar het vraagteken erachter. Een DNS werkt voor het hele internet. Waarom niet voor microservices binnen een organisatie of binnen een aantal samenwerkende organisaties. De grote issues, denk ik, waar je tegenaan loopt, is van hoe voeg ik allemaal die leuke services samen tot eentje? Hoe doe ik de governance erover? Als ik nou al kijk naar bijvoorbeeld even een zijstap naar het ontwikkelproces. Ik heb een... we hebben gewoon een ouderwetse OTAP-straat. Op het moment dat je dan automatisch door die straat je componenten wil doorvoeren. Ik heb ze gebuild. Ik zet mijn gebuilde artifact in een repository. Pak even voor het gemak Nexus. Op het moment dat ik dan een volgende stap in mijn deployment pipeline, in mijn build pipeline, hoe je hem wil noemen, inga, is het de bedoeling dat ik die build oppak weer uit Nexus, dat ik ook zeker weet dat ik de laatste heb, dat ik die ga controleren op quality, als ik dat niet in de eerste stap al had gedaan, dat ik daar de automated tests op loslaat, me eventueel weer terugzet in een volgende stap, als alles nog goed is gegaan, mijn bijvoorbeeld performance test, stress test, ketentest, whatever, op loslaat. En dat ik gewoon iedere keer terugga naar die repository, zodat ik altijd zeker weet dat ik op de goede plek zit. Kijk, dat soort dingen is hartstikke belangrijk. En soms bij microservices is dat redelijk te mist ingegaan, als bijvoorbeeld niet goed geversioneerd werd. Ik heb het meegemaakt dat een vorige versie werd teruggezet, omdat die versienummer ophoog mechanisme zichzelf had gereset. Dus in plaats van versie 1.2 had hij versie 0.1 gemaakt. Ja, en dan ga je kijken naar het hoogste nummer wat je tot op dat moment hebt. En dat was 1.1. En dus allemaal die laatste dingen zaten er niet in. Dat zijn dingen die heb je met orchestratie, governance, zou je die op de een of andere manier moeten kunnen regelen. Daar zitten op dit moment best nog uitdagingen. Kijk, microservices is niet nieuw. Op het moment dat we onze
software redelijk hebben opgebouwd uit kleine modules. Wat ik deze week nog bij mijn huidige klant zag. Gewoon geweldig. Allemaal kleine services die allemaal individueel werken. Het enige wat daar nog niet 100% microservice aan was, was dat ze niet in een eigen proces draaien. En ze hadden niet allemaal een eigen health check. Maar verder zag het ding er gewoon geweldig uit. Dus het is niet nieuw, maar doordat je allemaal wel wil houden toch aan de standaard die zich onderhand bewezen hebben, wordt het best moeilijk. Zeker als je met heel veel verschillende talen gaat werken. Daarom toch weer die onderste vraag. In hoeverre wil je de mogelijkheid houden om te standaardiseren? Als je kijkt naar, ja, toch op dit moment de grote naam in de DevOps, NoOps, moderne ontwikkeltechniekwereld, bij Netflix, die hebben gewoon gestandaardiseerd op, ik dacht, Cassandra als database. Ze weten dat het niet altijd optimaal is, maar zij vinden het idealer om te standaardiseren op die database dan om de mogelijkheid te houden om voor bepaalde dingen andere databases te gebruiken. Ze hebben ook een eigen blauwdruk om services te schrijven. Hoe je het uitspreekt, weet ik niet. Volgens mij Carrion, maar je schrijft het K-A-R-Y-O-N. Waar dus gewoon op het moment dat ze iets nieuws willen schrijven, dan gebruiken ze die omgeving als blauwdruk. Dat is te vergelijken met wat we bijvoorbeeld hebben geschonken gekregen in de open source community van, ik dacht, Jammer, Dropwizard. Iets als in mindere mate Spring Boot. Dus gewoon complete standaard omgevingen waar al ontzettend veel in zit, die je dan kunt gebruiken om ook je standaard vast te houden. Dan heb je bijvoorbeeld standaard REST, je hebt standaard JSON, je hebt standaard monitoring van je applicaties. Het is altijd een afweging en ik denk dat dat een afweging is die je bedrijfsbreed op een bepaald moment moet maken van hoe, hoe wil ik daarmee omgaan voor ons ontwikkelaars. Tenminste, ik vind pure vrijheid en lang leven de lol. En mag ik alsjeblieft vandaag gebruiken waar ik gisteren over gelezen heb? Heerlijk. Het bedrijf vindt dat niet altijd even heerlijk. Ik had... voordat mijn demo's crashten tijdens mijn laatste oefening in het hok, een hele mooie omgeving geschreven op basis van Dropwizard. Het fijne is, je hebt gewoon een leuke service binnen. Afhankelijk van of je nog koffie wil halen en naar het toilet moet binnen het halve uur. Het is gewoon heerlijk om
mee te kunnen werken. Het is ja, gewoon leuk. Het is niet robuust genoeg om je hele enterprise op te draaien. Ik bedoel, schrijf even een security module erbij, dan wordt het al interessanter. Ik denk dat microservices voor ons allemaal gewoon, nou bijna allemaal, mijn manager zit hiervoor, heel erg leuk zijn om te gaan schrijven, ontzettend leuk zijn om mee te spelen, heel veel problemen die we hebben oplossen. Alleen, ik kan jullie garanderen, volgend jaar sta ik hier of staat iemand anders hier met een nog beter idee. Dat hoop ik wel weer de hele erge goede dingen van microservices heeft meegenomen. Want we hebben uit de geschiedenis geleerd. Laten we meenemen wat goed is. En daar wilde ik nog iedereen erop wijzen. Ik vind Martijn Verburg, of hoe je het uitspreekt, want het is een Engelsman, ontzettend leuk. Hij komt bij Atos spreken als je nog geen kaartje hebt. En je wilt hem eens horen, ga luisteren.